Een goedendag en leuk dat u kijkt naar weer een nieuwe instructievideo van Autoluiks. Vandaag gaan we het hebben over het multimedia systeem van Suzuki en dan met name dieper induikend op het audiogedeelte. Het audiogedeelte bevindt zich linksboven in het scherm en ziet u ook op het scherm staan als luisteren. Wanneer we het scherm daar aanraken, gaan we automatisch naar de radio. In dit geval staat die ingesteld op FM. We kunnen verschillende audiobronnen benaderen. Dit doen we door middel van linksbovenin op de knop te drukken. U ziet hier nu een aantal mogelijkheden, FM, AM en DAB. Daarnaast heeft u ook nog media mogelijkheden. U ziet hier een aantal externe bronnen welke u kunt aansluiten op het systeem en dus uw eigen muziek kunt afspelen via die bronnen. In dit geval gaan we weer terug naar radio en gaan we de DAB selecteren. Wanneer we een zender willen selecteren, kunnen we door middel van de grijze pijltjes zoeken naar een volgende zender. Wat ook nog een mogelijkheid is, is het scherm in het midden aanraken. En dan krijgt u de DAB onderhoudslijst te zien. Hierzo ziet u alle zenders die op dit moment worden gevonden door de auto. U kunt door middel van uw vinger een beweging maken op het scherm en zo de verschillende zenders selecteren. Wanneer u een gewenste zender heeft gevonden, in dit geval bijvoorbeeld NPO 1, raken we het scherm aan en ziet u dat het logootje voor NPO Radio 1 verandert van kleur. Op het moment dat u deze ook als favoriet wil instellen, kunt u met het pijltje terug naar het radioscherm en houden we de 1 ingedrukt, zodat u deze als favoriet kunt instellen. De zender is nu ook opgeslagen op geheugenplaats 1 en het scherm bevestigt dit ook. We hebben nu de volume op een laag niveau staan. Dit kunt u eventueel aanpassen door aan de linkerzijde van het scherm op de plus en min te drukken en het volume aan te passen. Ook is het mogelijk om met uw vinger eroverheen te glijden. Dat hij 10 mijl aflegt per gig. En ook dan ziet u dat u het volume kunt aanpassen. Voor de bestuurder is het ook nog eens mogelijk om natuurlijk door middel van de stuurwielbediening het volume op zijn stuur aan te passen. We hebben nu het geluid op standaard staan. Dit kunnen we eventueel nog aanpassen via de instellingen. De instellingen benadert u door rechts onderin op het tandwieltje te drukken. U ziet hier een aantal mogelijkheden voor de instellingen, waaronder ook bijvoorbeeld de geluidsinstellingen. Hierzo kunt u de muziektoon naar geheel eigen wens aanpassen. Wilt u weer terug naar de instellingen, doet u dit op het pijltje. En wilt u helemaal weer terug naar de radio, druk op het tandwieltje. Wanneer u klaar bent in het radiogedeelte, kunt u dit automatisch ook weer afsluiten door op home te drukken. U komt dan automatisch weer terug in het homescherm. Dit was de uitleg over het audiogedeelte van het Suzuki Infotainment Systeem.